Goedemorgen. Tenminste, voor mij op dit moment. Zo'n goedemorgen is het niet. Want ik voel mij de laatste dagen echt niet lekker. Ik heb al wat langer bepaalde klachtjes. Maar ik dacht dat dat te maken had met mijn schildklier. Want zo'n 4 vlogs terug kon je zien dat ik bloed ging prikken voor mijn schildklier. En nou ja, dat bleek dus inderdaad weer te traag te zijn. Dus ik moest weer aan de medicatie. Dus ik ben inmiddels zo'n 1,5 week, 2 weken weer aan de medicatie voor mijn schildklier. Maar de klachtjes die ik heb, die zijn eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus dat had niet zozeer met mijn schildklier te maken. Heeft de inwerking gewoon langer zijn tijd nodig. Alleen, dan denk ik bij mezelf, dan zullen ze in ieder geval niet verergeren als je met medicatie bent begonnen. Maar ze zijn echt gewoon erger geworden en er komen ook gewoon klachten bij. Dus ik heb de huisarts vanmorgen weer gebeld en ik moet morgen vroeg, eigenlijk wouden ze het vandaag doen, maar goed, omdat ik nuchter moet zijn, moet ik morgen vroeg weer bloed prikken. Kijken wat er nou precies aan de hand is, want met mijn schildklier heeft het denk ik niks te maken, want ik ben aan de medicatie en het wordt alleen maar erger. Dus morgen vroeg een uitgebreid bloedonderzoek. Maar ja, dan duurt het ook altijd weer heel erg lang, weet je. Want dan kun je er weer een week op wachten. Nou zit het weekend er ook nog eens een keer tussen. Dus dan staat het ook stil. Dus dan is het niet 5 dagen, maar 7 dagen. En nou moet ik mij zo klaarmaken. En daar ben ik haast gewoon te beroerd voor. Zo verrot voel ik me op dit moment. Maar goed, ik moet wel alles gewoon blijven doen. Want als ik het ene niet doe, heeft dat gevolgen voor het andere. Ik noem maar even een voorbeeldje. Als ik volgende week bijvoorbeeld mijn videoclip afzeg, dan betekent dat dat ik 2 weken erop mijn cd-presentatie niet kan doen. Maar eventjes een voorbeeldje. Er zijn er wel meer dingetjes. Dus ja, ik moet gewoon wel mijn dingetjes blijven doordoen. Dus, maar vandaag heb ik een belangrijke bijeenkomst. Van de familie. Namelijk een bijzondere gelegenheid van mijn broertje, voor mijn broertje. Dus daar moet ik zeker bij aanwezig zijn. Ik kon er vanmiddag al niet bij aanwezig zijn vanwege Annette aan het werk is en ik de kindjes dus heb. Maar vanavond ben ik er dus wel bij. Dus ik ga mij zo eventjes klaarmaken, eventjes mijn haren een beetje in de krul. Nou, ik zit in de auto. Het was eventjes op het laatste moment nog stress. Ik wilde graag voor de fles van 5:30 alles klaar hebben voor Arnold. Als hij thuis komt, dat hij alleen de fles hoeft te geven. Weet je wat, dat ik de kindjes al omgekleed heb, gewassen heb, verschoond heb. Dat ze spul al hebben gehad voor de bloedarmoede. Dat is ook altijd in kleef ben, dan zitten ze eronder. En dat ik alles al boven heb neergezet. De kussens waar ze in zitten en zo. Zodat als hij thuis komt, dat hij alleen een fles hoeft te geven. Dus op het laatste moment toch nog eventjes weer druk. Want ja, ik wilde niet te laat weg natuurlijk. Maar goed, ik kom wel iets te laat. Maar ja. En ik kom nog net eventjes, het was 5:55. Ik kom nog net bij mijn postadres terecht. Want ik moest eigenlijk de voeding nog hebben. En die bestel ik altijd. Want die kan ik heel moeilijk in de winkels krijgen. En ik zag net bij het flesje maken dat ik eigenlijk helemaal niks meer had. Dus morgen vroeg red ik misschien nog net. Maar daar wil ik toch niet op gokken. Maar ja, het was niet anders als dat mijn postadres nu net dicht was. Maar ze waren nog open. Dus ik heb de voeding gelukkig ook. Dus geen stress, morgen genoeg voeding. En morgen vroeg ga ik vroeg weg. Want ik moet bloed prikken en daar moet je nuchter voor zijn. Dus, en Anne moet natuurlijk ook gewoon weer naar zijn werk. Dus vroeg mogelijk weg. Zodat ik weer op tijd thuis ben. Met Anne gewoon naar zijn werk kan. Zo, nou, ik ben weer op de terugweg. Lekker naar de kindjes en Arnold. Zo, we zijn weer thuis. Ik ga me even snel omkleden. Want morgen weer vroeg op. Heel te rusten. Ik heb net bloed geprikt. En ik ben nu alweer onderweg naar huis. Het is nu 9:15. Dus mooi op tijd kan ik de tweede voeding doen voor de kindjes. Maar ik werd net helemaal een beetje raar, hoor. Want bloedprikken heb ik echt veel gedaan. Maar meestal 1 of 2 buisjes. Maar nu gewoon 7 buisjes, joh. En ja, ik moest natuurlijk nuchter zijn. Dus ik had nog niet gegeten. En je ziet langzaam buisje 1, buisje 2, buisje 3. Op een gegeven moment krijg je allemaal van die enge horror scenario's, joh. Ik zat in één keer te denken van, gadverdamme, op deze manier kunnen ze dus gewoon alle bloed uit je lichaam zuigen.
En ik werd steeds slapper. En ik dacht van op deze manier kun je gewoon bloedarmoede krijgen. Ja. Als ze er nog even doorgaan. Ja, dan krijg je natuurlijk de engste dingen in je kop. En dan word je helemaal niet goed. Het is weer gebeurd. En ik ga nou eventjes een ontbijtje kopen. Oh, wat is dat nou? Digi, waarom helpt hij? Waarom helpt hij, Digi? Bij het ontbijt liep ik langs mijn favoriete winkel Teddy's. Superleuke winkel, allemaal van die leuke accessoires. En toen heb ik wat dingetjes meegenomen, onder andere deze. Nou, ik heb er al 2 fotootjes in gedaan, de rest moet ik nog even doen. Je ziet het wel, van Derde Prijs. Daar, ik pas er helemaal tussen. En daar. Ik kan het niet laten, als ik dan langs dat winkeltje loop, moet ik naar binnen. Nou ja, en dan neem je toch altijd weer dingen mee. Dit dus, en dit, let op. Straks even mooie lichtjes in. Nou, Arnold komt net terug van de winkel. Hij ging even wat boodschapjes doen op deze zaterdagochtend. En toen kwam hij thuis met een robotgrasmaaier. Omdat die grasmaaier van ons steeds maar weer kapot gaat. Dus ja, het is wel weer tijd voor een nieuwe grasmaaier eigenlijk. Grasmaaier. Dus ja, dat moet je allemaal instellen natuurlijk. Dat is lastig, want goed, er zit alleen maar Duitse gebruiksaanwijzing bij. Ja, papa mee, hè? Oh, ben je al ontwerp? Ja, daar komen we gewoon niet uit. Dus hij was al helemaal gestrest en ja, ik ook. Ik zeg, daar had ik wel gedacht. Nou, wil hij gelijk dat ding weer terugbrengen, terwijl hij net heel die lijn heeft uitgestippeld in de tuin. Dat was al een hele kawaii. Dus ik zeg, dan haal het dan toch gewoon een buurman bij. Dus dat heeft hij dus nu gedaan. Dus ze staan nu in de tuin het in te stellen. Ik ben benieuwd. Hij zit te kijken. Een hele goede morgen. Zo begint mijn morgen. Arnold is druk aan het werk. Ik ga even kijken wat hij doet. Hij heeft in ieder geval adem eruit gehaald. Ja, die bakken gaan weg. Nou, we zijn 2 uur verder en het regent hartstikke hard. En dan had dus nog steeds buiten. Ben je aan het doen, Bob? In de regen? Tjoeke, 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 tjoeke. Tjoeke, 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 tjoeke. Als ik dat geluidje maak, dan vinden ze dat helemaal leuk. Maar goed, ik ga de kindjes even de fles geven. En dan moet Anna zomaar even mooi douchen. Want we gaan straks op visite, want we gaan naar oma. We gaan naar mijn mama toe. Ja. Gaan we naar oma. Ja. Ja. Jij wil zelfs naar binnen, hè, Mac? Ach, kom maar toch, Bob. Jongen, 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 jongen. Ik moet baasje binnenhalen. Jongen, jongen, jongen.
Zo, nou, ik ben klaar. En de kindjes zijn lekker onder de douche geweest met Arnold. Dus we gaan nu naar oma. Nou, wij zijn thuis. Ik wens jullie een hele fijne week. Bedankt voor het kijken. En nog eventjes het volgende. Elke week nu een filmpje van een artiest die op mijn cd-presentatie komt zingen. Dit keer Roy Donders. Allemaal, lieve volgers van Marloes. Roy Donders hier. Aanstaande 25 mei geeft Marloes Oosting haar allereerste single cd-presentatie. Ze heeft al heel veel singles uitgebracht natuurlijk. Maar dit is wel de allereerste keer dat zij het echt gaat vieren. En echt een officiële presentatie eraan vasthangt. En ik ben daarbij. Ik heb er super veel zin in. 25 mei. Ben erbij. Bestel je kaart op hollandsekrakers.nl. En ik zie je dan.